zijn we te gast in Buddingenhof in Ruinewold voor de inmiddels al traditionele vrijwilligersmarkt. Georganiseerd door Welzijn De Wolde. En naast mij Leonor Kolenbrander. Ja, klopt. En Gina van den Berg. Klopt. Jullie hebben dit allemaal voorbereid. Wat is er vanavond allemaal te doen en te zien hier? Nou, eigenlijk er zijn inderdaad bijna volgens mij een stuk of 18 organisaties die zich presenteren. En eigenlijk bij binnenkomst kun je gelijk het passiespel spelen bij Lammert. En daar ontdek je eigenlijk welk vrijwilligerswerk het beste bij je past en waar je passie ligt. En dan kun je de markt op en kun je kijken van of dat een beetje klopt. En kijken of er een organisatie bij hoort eigenlijk. Ja. Gina, was de belangstelling van de vrijwilligersorganisatie? Ja, zeker. Ieder jaar melden zich altijd heel enthousiaste organisaties aan. Ook heel divers eigenlijk. Van zorginstellingen tot aan het Wereld Natuurfonds. En we hebben zelfs ook een groep vanuit de museums van Vledder in Ruinewold. Die vrijwilligers zoeken. En we hebben als leuke muzikale omlijsting hebben wij een popkoor uitgenodigd. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan in Ruinen. En dat is eigenlijk wel heel gezellig en sfeervol. En nu zijn dat de spotlights uit Ruinewold die eigenlijk ook wel graag wat nieuwe leden zouden willen. Een mooie gelegenheid. Ja, want het is nog steeds een nijpend tekort aan vrijwilligers in De Wolde, Leonor. Ja, dat klopt. Ja, het is altijd, de vacaturebank staat vol eigenlijk met aanvragen voor vrijwilligers. Of vrijwilligersvacatures. Dus ja, er is altijd een vrijwilligerstekort. Ja, zeker. En dat allemaal in het kader van de maand van de vrijwilligers, oktober. Ja. Wat staat er nog meer op het programma? Ja, de afsluiter nog. Hè. Op zaterdag 22 februari hebben we het Vrijwilligersfestival in Zuidwolde, in de Boerhoorn. Bent u vrijwilliger in De Wolde, kunt u zich nog opgeven. Ja, en we hebben nog een aantal keren uitzending natuurlijk bij jullie op de Streekradio. Met het thema vrijwilligers, dus dat is ook altijd hartstikke leuk. Ja, ja, want wij zoeken ook vrijwilligers, even onder ons. Gina, jij hebt meegeholpen aan deze vrijwilligersdag, maand zeg maar. Volgend jaar dus ook weer, denk ik. In een ander dorp weer? Ja, dat zou best heel goed kunnen. Dat overleggen we altijd na de tijd waar we het beste kunnen. Maar het is in De Wolde wel heel leuk als je verschillende dorpen aandoet. Hè. Dat kunnen de dorpshuizen ook altijd heel erg waarderen. En ook, zo kom je eigenlijk door heel De Wolde heen. En het is de Maand van de Vrijwilliger is eigenlijk een terugkerend item. Ja, we hebben dat ook omgedoopt op Maand van de Vrijwilliger. En dat is oktober. Ja. Ja. Vrijwilligers gevraagd. Wij gaan even een rondje maken. Ja, hartstikke leuk. Ook aanwezig hier voor de allerleukste racen met begeleiding vakantievreugd. Geke van der Schans. Van der Schans, ja. Van der Schans. Geke, vertel eens, wat kan vakantievreugde ons brengen? Nou, wij bieden vakanties voor mensen met een verstandelijke beperking. En deze vakanties worden begeleid door vrijwilligers. Dus wij zijn altijd vrijwilligers nodig. En het is natuurlijk super leuk om te doen. Ik bedoel, wie wilde geen vakantie vieren? Maar deze mensen, die mensen met een verstandelijke beperking, die zijn altijd afhankelijk van andere mensen. Dus voor hun is het gewoon zo belangrijk dat er vrijwilligers zijn die hun die kans willen bieden. En die met hun die begeleiding willen geven tijdens hun vakantie. Dat is natuurlijk prachtig. Melden mensen zich dan zelf spontaan aan, de vakantiegangers? De vakantiegangers kunnen inderdaad zich aanmelden bij Vakantievreugd. Dat kan via de website, kan via ons kantoor. De vrijwilligers natuurlijk net zo. Via de website zijn we zeker te bereiken. En ik weet niet of ik onze website kan melden. www.vakantievreugd.org. Dus ik zou zeggen, kijk allemaal. Zowel vrijwilligers als vakantiegangers. En daar vindt u alle informatie over Vakantievreugd. En binnenkort komt onze nieuwe brochure uit. Helaas hebben we nu nog even de oude bij ons. Begin november, de nieuwe reizen. Nou, weer superleuke vakanties. Dus, Kun je al wat een tipje van de sluier oplichten? Wat zijn de reisdoelen? Nou, we zitten vooral in Nederland, maar we hebben ook enkele spannende vliegvakanties. We hebben een paar reizen naar Duitsland, leuke hotelvakanties. Eilanden zijn natuurlijk weer van de partij, dat is ook altijd erg in trek. Nou, ja, keus volop. Ja. En de doelgroep, jong, oud? We bieden vakanties voor mensen vanaf 18 jaar. Voor jongvolwassenen, volwassenen, seniorenvakanties. Dus actieve vakanties, maar ook voor mensen die wat rustiger aan willen. Dus van alles. Ja.
Nu vragen jullie ook, we zijn op de vrijwilligersmarkt, dus jullie vragen ook vrijwilligers. Waar moeten die aan voldoen? Nou, vrijwilligers moeten in ieder geval iets hebben, zich graag willen inzetten voor mensen met een verstandelijke beperking. Je hoeft absoluut geen ervaring te hebben op dat gebied. Wij bieden altijd een trainingsdag. Dus verzorging en alles wat wel aan bod komt, maar daar word je wel in getraind. Als je maar de intentie hebt om deze mensen te willen helpen, een hele fijne vakantie te willen bieden, nou, dat is eigenlijk wat we vragen. Wel veel, je bent dag en nacht bezig, dus het is wel een actieve, een zware week in die zin, maar je krijgt er heel veel voor terug. En gaat het vooral om de zomermaanden, de hoogtijmaanden, juli en augustus? De vakanties lopen van mei tot en met in oktober nog. Muziek in uw bibliotheek. Dat klinkt mooi. Jeanette Drent, vertel eens, wat gaat er gebeuren? Is er muziek in de bibliotheek? Altijd. Het is zo gezellig in de bibliotheek. Dus dan heb je automatisch al... gezelligheid, muziek. Nee, maar we zijn op zoek naar vrijwilligers die in de bibliotheek willen helpen als gastvrouw of gastheer. En in de bibliotheek organiseren we ook drumsuurtjes. Dat is voor kinderen van 1 tot 2. En die worden geleid door drumsleidsters. En daar zoeken we ook vrijwilligers bij die de drumsleidsters weer ondersteunt bij het drumsuurtje. Is dat de Wolde breed, zeg maar? Want jullie staan hier namens alle bibliotheken. Er zijn er 4, dacht ik. Ja. En die zijn voorlopig ook weer even gered, hè, door de politiek. Ja, dat klopt. Ja. Ja, voorlopig zijn we uit de brand. En dus we gaan er helemaal voor met elkaar. En we willen heel wat leuks neerzetten met elkaar. En daarom zijn we ook... We zijn ook bezig om mensen te helpen om... Digitaal vaardiger te worden. Er zijn heel veel mensen die niet goed met de computer om kunnen gaan of op internet kunnen zoeken. Die willen we ook graag helpen. En daar zoeken we ook weer vrijwilligers voor die een cursus willen geven. En dat ligt allemaal, dat is zeg maar kant-en-klaar zo'n cursus. Die cursusleiders kunnen er zo mee van start. Ja. Want de bibliotheek is niet alleen meer boeken lenen, hè? Vertel eens. Ja. Wat doen jullie nog meer? Nee, de bibliotheek is inderdaad niet alleen meer boeken lenen. Natuurlijk is dat nog wel een heel belangrijk onderdeel van de bibliotheek. Want er zullen altijd mensen, iedereen blijft lezen. Alles wat je doet moet je kunnen lezen. En dat begint al van jongs af aan. Het is ook heel belangrijk om al heel jong te beginnen. Daarom organiseren we ook die dreumesuurtjes. En hebben we op heel veel scholen een zogenaamde bibliotheek op school. Juist om die kinderen al heel vroeg met lezen in aanraking te brengen. Jullie zoeken op voor alle 4 locaties vrijwilligers? Ja, we zoeken voor alle 4 locaties vrijwilligers. We hebben al heel veel vrijwilligers, hoor. Maar omdat we onze werkzaamheden eigenlijk willen uitbreiden, zijn we gewoon wat meer vrijwilligers nodig. Ja, en wat moet je nou kunnen of wat verwacht je van de vrijwilligers? Nou, voor van de vrijwilligers die gastheer of gastvrouw zijn in de bibliotheek. Nou, het woord zegt het al, hè? Gastheer, gastvrouw. Dus de mensen ontvangen, helpen als zij een boek zoeken. Gewoon wegwijs maken, zeg maar, in de bibliotheek. Helpen bij als ze niet weten hoe ze de boeken kunnen uitlenen. Want de meeste bibliotheek, behalve de wijk, heeft zelfservice. Dus mensen kunnen zichzelf het boek aan zichzelf uitlenen en ook weer inleveren. Maar sommige mensen hebben er wat hulp bij nodig. En we zijn een laagdrempelige organisatie, zeg maar. Iedereen kan zo bij ons binnenlopen. Je hoeft niet per se lid te zijn. En dat willen we ook graag blijven uitstralen. Dus dat, we zoeken dus gastheren, gastvrouwen. En daarnaast, wat ik al zei van cursusleiders die mensen digitaal vaardig willen helpen maken. Het omgaan met de computer. Die cursussen zijn echt bedoeld voor beginners. En omdat we al heel jong beginnen met dat lezen te promoten, hebben we die dreumesuurtjes. En daar hebben we dreumesleidsters voor. Dus die doen het voorlezen en het praten met de kinderen.
Maar het is handig als die ondersteund worden door vrijwilligers die zorgen voor de koffie en voor het uitlenen van de boekjes aan de kinderen. En daar zoeken we ook nog vrijwilligers. Ja, en bij jullie is het ook niet zo dat je dag in dag uit moet opdraven. Je kunt ook een deeltijd vrijwilliger zijn voor één ochtend of één middag of één dag in de week. Ja, voor als gastheer, gastvrouw zoeken we eigenlijk gewoon mensen die één dagdeel in de week beschikbaar zijn. De dreumesuurtjes die zijn maar 8 keer per jaar. Dus dat is voor een vrijwilliger is dat inderdaad 8 keer. Tenzij die meerdere dreumesuurtjes wil helpen. En als cursusleider, het zijn cursussen van steeds 5 ochtenden. Dus je kan ook zeggen, nou, als er meerdere mensen zijn die verschillende cursussen geven, dan, nou ja, dan ben je 5 ochtenden vrijwilliger. Veilig verkeer De Wolde. Prachtige stand. Allerlei gadgets. Allemaal een lineaaltje, een pennetje. Wat is het? Een dobbelsteen. Naast me Marie. Marie van Spil. Marie van Spil. Jij bent vrijwilliger bij Veilig Verkeer Nederland. Ja, ik ben vrijwilliger bij Veilig Verkeer Nederland. Veilig Verkeer De Wolde. En ik ben tevens secretaresse van de afdeling De Wolde. Kijk eens aan. En jullie zijn hier goed vertegenwoordigd. En dat is niet voor niks, want ook voor jullie geld vrijwilligers gezocht. Ja, vrijwilligers gezocht. Natuurlijk voor de hele gemeente De Wolde willen we heel graag vrijwilligers hebben. Maar vooral uit de buurt van Altveer, Kerkenveld, die richting uit, daar hebben we totaal geen vrijwilligers, ook geen inbreng. Dus we willen graag dat daar uit die buurt, voornamelijk uit die buurt, de rest is ook welkom, maar vooral uit die buurt, dat willen we graag vrijwilligers hebben. Of in ieder geval met contactpersonen, maakt niet uit, maar dat mensen contact met ons opnemen, zodat wij ook dat gebied kunnen vertegenwoordigen. Ja, wat moet een vrijwilliger bij Veilig Verkeer Nederland doen? Een vrijwilliger bij Veilig Verkeer Nederland is geheel vrijwilliger. Dat blijkt dus dat er geen vergoeding tegenover staat. Wel, de kosten worden wel vergoed. Wij doen onder andere de fietscontroles bij alle scholen in de gemeente De Wolde. De gordelcontroles bij de gemeente De Wolde. Wij doen het verkeersexamens. Wij zijn vertegenwoordiger in de projectgroep van het fietspad van Zuidwolde aan de Meppelerweg. We hebben ons hier in Dijkhuizen, waren wij ook vertegenwoordigd. Dus daar hebben we dan ook onze inbreng in. Daar krijgen we dan specialistische ondersteuning vanuit het hoofdkantoor. En zo, ja, dat is eigenlijk wel zo'n beetje wat wij doen. Ja. Verder, de borden die je ziet hangen van Veilig Verkeer Nederland, die verzorgen wij ook in de gemeente De Wolde. Dat is het eigenlijk. Hebben jullie ook contact met de politie? We hebben ook, als het nodig is, contact met de politie. Wij doen wel zoals die gordelcontroles en zo, dat doen we zonder politie. Omdat het eigenlijk een preventieve werking vanuit moet gaan. Wij willen de mensen dus gewoon waarschuwen. En het is niet zo dat mensen direct een bekeuring krijgen. We hebben onder andere binnenkort hier in de gemeente De Wolde weer onze rijvaardigheidsdag. Dat is voor mensen van 60 plus. Die kunnen zich daarvoor opgeven en dan hebben ze een hele dag onder de pannen. En dat houdt dus in dat ze een hele theorieles krijgen. Ze krijgen een oog-, oor- en reactietest en ze rijden een uur in hun eigen auto met een rijinstructeur. Het heeft geen gevolgen voor het rijbewijs. Het is puur vrijwillig. Voorlopig is het nog gratis, dat moet ik even bijzeggen, want de nieuwe regels zijn er gekomen en die worden morgen door ons verder uitgewerkt. Voorlopig is het nog gratis en ze kunnen zich altijd aanmelden bij Veilig Verkeer. Geen kosten? Geen kosten. Tot nu toe waren er geen kosten. Nee. Maar ik denk dat jullie wel eens wat tegenkomen met zo'n nascholing. Want er wordt zo af en toe best een beetje buiten de regels gereden, hè? Ja, dat is best zo. En er komt best ook wel wat uit. En de mensen krijgen daar ook puur advies in. En vindt de rijinstructeur dat het helemaal niet meer gaat, dan krijgen de mensen het advies of te stoppen, of neem een paar lessen en dan ben je er weer helemaal bij. En wat vooral heel belangrijk is, dat is de theorielessen. Die zijn echt, daar is zoveel veranderd in. Daar slaagt bijna niemand meer voor. Marie, goed werk wat jullie doen. Veilig verkeer. Nog even terug naar het begin. Jullie zijn vooral op zoek naar vrijwilligers in de omgeving van Altveer Kerkenveld. Ze kunnen zich melden bij de plaatselijke afdeling in Zuidwolde? Nee, ze kunnen zich melden bij mij. En dat kan aan de Pieter Jochemswal nummer 7 in Ruinerwold. En ze kunnen ook via onze website kunnen ze ook vinden waar ze zich kunnen aanmelden. www.veiligverkeerdewolden.nl. Goed, hè? Voor een veiliger De Wolde. Voor een veiliger De Wolde, inderdaad.
Voetbalvereniging Ruinewold vanavond aanwezig. Natuurlijk in Ruinewold. Dus eigenlijk een thuiswedstrijd voor jullie, hè? Ja, we zitten 300 meter van onze locatie af. En om je positief te presenteren, liggen ons wel een mooie kans. Een beetje netwerken tussen andere verenigingen. En je doet altijd wat op. Even uw naam en uw functie bij als vrijwilliger bij de voetbal. Mijn naam is Jacob Weideman en ik zit in het bestuur voor het accommodatie- en het materieelbeheer. Dus ik zorg dat de velden groen zijn in samenwerking met de gemeente. En dat we een dak boven ons hoofd hebben en houden. Vanavond dus ook op deze vrijwilligersmarkt. U zegt het al, vlakbij het voetbalveld ligt hierachter. Maar toch ook een gebrek aan vrijwilligers. Niet direct een gebrek, maar je moet je continu eigenlijk in de kijker spelen om te laten zien dat wij wel telkens vrijwilligers nodig zijn voor diverse taken, kantinediensten, jeugdleiders, coaches, veel jeugd die ook als de school uit is ook behoefte hebben aan een leiding en aan een voetbaltraining. Kijk, toen we vroeger zelf voetbalden, vond je het leuk dat er een leider of een trainer of iets stond en dat moet nu nog steeds zo zijn eigenlijk zo. En heel veel mensen doen het met veel plezier. Dus en je krijgt er ook heel veel plezier voor terug. Is er nog genoeg inzet van de ouders van de pupillenelftallen om te rijden en allerlei zaken, vrijwilligerswerk te doen, zeg maar? Het rijden hebben we eigenlijk nooit geen problemen mee, want je wordt gewoon ingedeeld. En dat is gewoon een taak die erbij hoort als je kind op sport zit. Dus eigenlijk is dat een morele verplichting. Als je kind op voetbal zit, dan hoort dat erbij. En dan mocht je niet kunnen, er is altijd een overleg. Kinderen zijn er nooit op, dat ze niet op de plek kwamen. Dus eigenlijk, dat lukt eigenlijk altijd wel. Ja, en de grootte van de voetbal, is er een aanwas van jongeren of meiden ook tegenwoordig, hè? Het laatste jaren zijn we met dames gigantisch gegroeid. We hebben gelukkig heel veel jeugd. En nu het dorp ook weer een beetje gaat groeien, nieuwbouwplannen, is altijd goed voor de aanwas van jeugd. En daar mogen we best wel blij en trots op zijn dat we wel aanwas hebben. Vooral van jeugd hier, die hier blijft wonen en de kinderen hier ook op de voetbal doet. Dus een stoere sport. Het eerste doet het ook niet slecht, hè? Nee, we gaan lekker zo. Vorig jaar was het een beetje moeilijk om te continueren in de tweede klasse. Maar we zijn nu voortvarend van start gegaan en ik hoop dat we dat vast kunnen houden. Maar ook andere teams die gewoon echt leuke dingen doen. Tweede loop lekker mee. En ook jeugd hebben we wel redelijk aanwas. Dus dat is altijd wel goed om te zien. En ook wel talenten die weer straks weer op de nominatie staan om met het eerste te kunnen acteren. Ja, want een voetbalvereniging speelt toch ook wel een belangrijke rol in een plaats als Ruinewold, hè? Zeker. Kijk, je doet het met z'n allen. Het is voor de kinderen is het leuk om mee te doen. Je leert elkaar kennen, je leert elkaar met winnen, je leert elkaar verliezen. En dan is het gewoon leuk. En ook de andere dingen buitenom. Komende vrijdagavond hebben we een mooie sportavond met een quiz. En dan hoop ik dat de kantine weer vol zit. Van het voorjaar hebben we een grote reunie gehad van 75 jaar bestaan. En dan een grote tent met heel veel mensen erin. Ja, dat is gewoon gezellig en dat straalt er gewoon uit. Valt het u niet wat op dat u eigenlijk de enige sportvereniging hier bent vanavond? En uit heel de Wolde. Ja, dat valt mij eigenlijk op. Misschien hebben die anderen allemaal afvrijwilligers genoeg. Dus gaan we daar nog even vragen of we daar wat tips op kunnen doen. Dus ik verwacht ook niet dat wij direct hier vrijwilligers... dat de aanwas aankomt. Aan de andere kant, je laat je positief zien. En goed, aan de andere kant, we hebben er toch wel twee mensen gevonden die toch al wel interesse hadden. Niks met de voetbal van doen, maar toch wel een kantinedienstje wouden draaien. Nou, hartstikke leuk. Vind ik prettig. Tot zover deze vrijwilligersmarkt. Wat impressies van deze avond in Ruinewold. Een gezellige drukte. Een groot aantal vrijwilligersorganisaties zijn vertegenwoordigd. Wij gaan nog even door en onder de tonen van de spotlights. Tot de volgende keer.